Dit keer geen klus vanuit de hobbyboot, maar een klus in huis. Het opknappen van de slaapkamer. Een klein klusje met een groot resultaat. Welkom in de hobbyboot. Ik ga de eikenhouten vloer wit schilderen. Maar voordat ik dat kan doen, heb ik de vloer goed gereinigd en ontvet. Om de verf te laten hechten, moet ik wel eerst de bestaande laag opschuren. Dat doe ik met korrel 120. Dit opschuren doe ik met een excentrische schuurmachine. Schuren geeft een hoop stof. Om dit te voorkomen maak ik gebruik van een alleszuiger. De alleszuiger is voorzien van een inschakelautomaat en gaat aan als ik de schuurmachine aanschakel. Door de lage opbouw van de koolborsteloze schuurmachine kan ik zonder problemen onder de radiator door. Door de ronde schuurschijf kan ik niet goed in de hoeken komen. De hoeken schuur ik daarom met de vlakschuurmachine. Voor het beste eindresultaat breng ik eerst een grondlaag aan. Ik gebruik een primer die zorgt voor een goede hechting aan de bestaande ondergrond en straks aan de nieuwe laklaag. De randen en de plinten schilder ik eerst met een kwast. En voor de grote oppervlaktes gebruik ik een roller. Day 2. Voordat ik de definitieve laag breng, schuur ik de vloer nog een keer na met korrel 180. Door het aanbrengen van de primer zijn de vezels in het hout omhoog gekomen en is het oppervlakte ruw geworden. Zou ik dit niet verhelpen, krijg ik geen glad eindresultaat. Tijd voor de definitieve laag en watergedragen PU-lak, snel drogend en krasvast. Net zoals bij het gronden, eerst de randjes met de kwast en de grote oppervlaktes met de roller. Eén laag is meestal niet voldoende, maar na twee lagen bereikte ik het gewenste eindresultaat. Het grijs van de bestaande boxsprings past niet meer bij de witte kamer. Vervangen vonden we ook zonde, dus upcyclen. Nou ja, een soort van. Vier stroken blank gelakt underlayment eromheen en op de hoeken vastgroeven met hoekankers. En klaar. Het scheelt ook een hoop stof wat zich gewoonlijk ophoopt onder het bed. Wat zal ik lekker slapen vanavond.